Ik spreek hier met... Alfons Waanders van de Haaksbergse Schutterij. Van de Schutterij. Ja. En wat doet de Schutterij? Een heleboel. De Schutterij die verzorgt schieten. Hè? Dus handboogschieten, kruisboog, luchtbugs, luchtpistool. We hebben ons vogelschieten, wat we volgend weekend weer in het park hebben. Wij doen mee aan marswedstrijden, defilé-wedstrijden. Van alles. Van alles wat. Vendelen doen we ook nog. Dus hebben mensen ervaring nodig om zich bij jullie te melden? Enigszins wel, ja. Ja. Iedereen kun je leren schieten. Moment, nog één keer. Ja. Ik ben Peter Grevioen. Ik ben lid van Tennisclub Haaksberg en penningmeester daar. Sinds een aantal jaren. En, we staan hier inderdaad met alle verenigingen natuurlijk en onder andere dus ook TCH. Wat wel leuk is, dit jaar bestaan wij 75 jaar. En we zijn de afgelopen half jaar zijn we heel erg druk geweest met het in orde maken van de banen. Met twee nieuwe padelbanen. Toplagen van vier tennisbanen die vervangen worden. Het hekwerk wat vernieuwd wordt. En dat betekent dat we eigenlijk als een soort jonge god de nieuwe 75 jaar ingaan. Nou, hartstikke mooi. Ja, ja. En we hopen eigenlijk, we hebben al heel wat mensen, het is bij ons tennisclub redelijk druk. Ja. En we hopen dat er vanmiddag nog natuurlijk het een en ander bij komt. En, het is er goed weer voor, het is droog en niet te warm. Dat vooral. Dat is natuurlijk belangrijk, hè? Ja. Dus in die zin denken we dat er nog wel wat, wat meer bezoekers gaan komen. Nog één keer. Dat is dus een framerunner. Daar kan eigenlijk iedereen die niet op een normale manier, reguliere manier mee kan lopen met een andere sport. Die kan op zo'n framerunner wel mee met een groep. We trainen elke woensdag. En we hebben echt een leuke groep. En ja, daarmee sporten mensen met een handicap die sporten met een framerunner. Ja. Mooi, dankjewel. Zo, ik ben de voorzitter van HC21. En uiteraard voetbal. KHC is een voetbalvereniging, hoogspelende voetbalvereniging Haaksbergen. Op dit moment hebben we een goed aantal jeugdleden. En we willen natuurlijk ook die voetbal verder promoten hier in Haaksbergen. Dus je bent op zoek naar nieuwe leden? Ja, als sportvereniging ben je vaak op zoek naar nieuwe leden. En we hebben op dit moment veel dingen vernieuwd binnen de club. We hebben de trainers hebben we goed op orde, dus ik denk dat HC een mooie club is om te spelen. Nou, ik sta hier voor de zwemvereniging Haaksbergen, de zetvereniging Den Haag. Buiten waterpolo om doen wij ook nog wedstrijdzwemmen, vrijzwemmen van 5 tot 80 jaar. Die kunnen gewoon baantjes trekken. En het is goed sport voor de conditie, je beweegt je hele lichaam. Thank you.
Ik ben Esther Waarnoos van Club Haki en we zijn vandaag op de sportdag van het Groot Park Zwolte Haken. Net zoals alle andere verenigingen die hier staan. Ook wij zijn op zoek naar jonge nieuwe leden. Jong is ook, mag ook oud zijn natuurlijk, maar we staan open voor nieuwe leden. Ze kunnen bij ons 5 proeflessen volgen en ze krijgen ook een ontzettend leuk welkomstpakketje als ze gaan starten. Dus ik zou zeggen, kom snel Haki ontmoeten en zien wat het brengt. Kom kijken of het wat voor je is. Ja, of wat voor je is. Ja, precies. Nou, ja, heel mooi. Leuke dag al. Nou, welkom bij Atletiekvereniging Haaksbergen. Ik ben Nick de Waard, trainer van de jeugd. Ik geef op dit moment iets oudere jeugdtraining. Maar ik heb vanmorgen gezorgd voor een aantal clinics voor wat jongere, misschien toekomstig leden, want het open dag is. En wij hopen eigenlijk doordat we door middel van deze open dag ze enthousiast krijgen voor atletiek, doen we door 3 onderdelen aan te bieden. We gaan een stukje met ze sprinten op basis van tijd. We doen balwerpen, vooral voor de jongere jeugd. Op het moment dat ze wat ouder worden, wordt het natuurlijk speerwerpen. En we laten ze kennis maken met verspringen. Dat zijn 3 onderdeeltjes van de vele atletiek onderdelen die er zijn. Aan het einde krijgen de kinderen een leuk diplomaatje mee. En een hele leuke sleutelhanger van Ruby, onze mascotte. Om zo te zorgen dat we in ieder geval een beetje binding krijgen direct met de club. Daarnaast is er ook ruimte om deel te nemen aan bootcamp. We hebben bootcamp bij de vereniging op de maandagen. En er is wel iemand die dat nu kan doen. Kijk even om me heen. Volgens mij, als je dat heel graag wilt, ben dat. Maar Ramon staat er ook. Loopgroepen zijn er en we hebben vanmorgen ook racerunners gehad. Dat is voor mensen met een beperking, dan kunnen ze racerunnen. En als je nou echt niet meer kan lopen, dan hebben we een groep die sportief wandelt. Dus dan kun je op de woensdagochtend de koffie wandelen met wat oefeningen doen volgens mij. Dat is een beetje wat we aanbieden bij de vereniging. En kom gerust een keer langs. Mooi, dankjewel. Ja, top.